was redelijk snel duidelijk dat dat niet goed was. Hè. Die man zag helemaal blauw. Dat was ook heel duidelijk dat we onmiddellijk moesten de reanimatie opstarten. Sowieso bij hem pompen. Ja. Zo'n drip, zeg. Zuurstof voor een bak, zakken blazen. Ja. Reactie gehad? Kom aan. Gelijk even een soort ademhaling gehad. Ja, dit is leuk, een ademhaling. Is het gaan springen? Is gaan springen. Je trekt zelf. Kom aan, schatje. Zie, je trekt zelf. Kom aan, schatje. Ziet? Kom aan, schatje. Los. Kom aan, schatje. Terug 2 minuten. Was adrenaline niet meer? Heeft iemand een deken uit de auto al? Ja, misschien wat open houden als je wil. Hier voor de zon voor ons. Gewoon open houden. Alledaags. Je moet iemand eigenlijk die tussen leven en dood hangt, moet je proberen in leven te houden. Dus je hoopt uiteraard, je doet meer dan je uiterste best om die persoon erdoor te krijgen. Met 2 man? Ja, het is voor mee af te schermen. Ja, voor de tent. Dus ja, het is zon, hè. Doe je fles vies toch? Is dat iets beter, hè? Schatje, kom aan, hé! Kom, schatje, dat is voor ons. Kom aan. Kom aan, liefje. Waar zitten we? Van 22? Oké. Los. Los. Kom aan, hé. Ademhaling, heel af en toe. Hij is aan het pakken, hij is op zijn tube aan het knallen. Ja. Ik kan altijd de pols van 106 niet goed opnemen. Ja. En op een gegeven moment krijgen we ook terug bloeddruk. Een combinatie van medicatie, maar ook de hartmassage. En dat is een zeer goed teken, omdat dan eigenlijk het systeem terug op gang begint te geraken. Wat niet wil zeggen dat de man al uit de gevarenzone is op dat moment. Brancard klaarzet. Schep mee af. Waarom schep? Hoe oud is die mevrouw? 48. Zijn we gaan binnenkomen met een reanimatiepatiënt, beademd. Ça va? Ja, zijn we binnen 10 minuten. Dat heeft dus waarschijnlijk een hartstilstand gedaan. Hij heeft nu terug bloeddruk. Maar we gaan moeten kijken in het ziekenhuis of dat we nog die kransslagader kunnen openblazen. En dat gaat het afwachten zijn. Hè. Natuurlijk heeft hij nog even zonder zuurstof gezeten. Maar hij is wel stabiel. We gaan hem meenemen naar het ziekenhuis en dan gaan we daar verder. Ja, baby, maak het mee dan. We gaan met de ziekenwagen mee. Even terug, Pols. Dat is al een eerste goed teken. Dat zijn de soorten interventies waarvoor dat je het eigenlijk doet. Er zitten ook heel veel andere soorten interventies tussen in onze job. Maar dat is echt een interventie waar je het verschil maakt. En dat is onbetaalbaar. Dat zou ik ook voor je geld willen wisselen. She wanted me to let down my guard. Well, you know what they say. Better that way. You better hush and walk away. We don't want there. We don't want there. We don't want there. Yeah. Oh no. We don't want there. We don't want there. We don't want there. Oh no. Kom, dat is het. Zet je een beetje, hè? Een koelblad. Moet dat kunnen we er waar doen, hè? Ja.
you all, love. Can't go on without you. Ooh, ooh, ze gaan hem waarschijnlijk aan het kat wel doen omdat speel dat er verstopping is. Hè? Ze zullen even weg zijn. Hè? Ik moet wel even te drinken. Where was I supposed to wait for you, sweetheart? Hide away the shame, yes, I keep it all inside. Though the thought it crossed my mind to do all the things I regret, we don't want them.